Zondag 13 februari werd er weer een lepelaar op Texel gesignaleerd. Het was weer de eerste lepelaar van dit jaar. Onze lepelaars overwinteren in Mauritanië in Afrika en keren eind februari, begin maart weer terug naar hun broedgebied. Deze is dus echt vroeg en het wachten is op meerdere vogels. In de Geul op Texel hebben in 2010 373 paar lepelaars gebroed. En daarmee herbergt Texel de grootste kolonie lepelaars van Nederland. Ook op de Schorre en in de Mui broeden er in 2010 lepelaars. In totaal hebben er op Texel meer dan 500 paar gebroed. In de broedtijd zijn er iedere woensdag excursies naar de lepelaars in de Geul. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Ecomare via de website www.ecomare.nl of via de website van Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl.